Dames en heren, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Wrexham Career Mode serie hier op dit YouTube kanaal. We hebben de belangrijke wedstrijd tegen Arsenal die voor ons op het programma staat. De stand ziet er als volgt uit in de Premier League. We staan op de vierde positie, wat inhoudt dat we op dit moment onze doelstelling halen om Europees voetbal te halen. De doelstelling is volgens mij Europa League halen, maar met Conference League kan ik ook zeker leven. Ik verwacht eigenlijk heel weinig in Arsenal, want we spelen in het Emirates Stadium. We hebben natuurlijk wel redelijk wat goede aankopen gedaan. Het bestuur heeft dus ons ook de doelstelling opgelegd om Europees voetbal te halen. Nou, dan moet je eigenlijk van dit soort tegenstanders in ieder geval niet gaan verliezen. De doelstelling heb ik hier voor mezelf besloten is minimaal gelijk spel halen. Dan kunnen we in ieder geval tevreden ergens naartoe kijken. We gaan het zien. Vorige keer volgens mij was het ook een redelijk doelpuntrijke wedstrijd in het Emirates Stadium. Dus laten we hopen dat het dit keer ook weer een doelpuntrijke wedstrijd wordt. Ik ben wel een beetje doodsbenauwd voor de Saka. Want Saka kan Acosta nog wel eens helemaal gek maken. Maar we gaan het zien. Arsenal heeft de aftrap verzorgd in ieder geval. En Smith Rowe bijvoorbeeld staat gewoon al in de basis bij Arsenal. Baran. En daar is dan de eerste kans voor Arsenal, Baran. Degene die ik juist dus niet ken. En Pochettino kijkt al heel erg bedenkelijk van hoe moet ik dit nou weer gaan doen. Arsenal begint lekker aan de wedstrijd. Dat ziet Pochettino ook, want daar is weer die Baran. En hij schiet Wrexham op achterstand. En dit is toch niet de start die ik had gehoopt eigenlijk. Ik had meer gehoopt dat we op voorsprong kwamen, waardoor we onze nieuwe tactiek in werking konden stellen. Want ik heb een nieuwe tactiek ontwikkeld om te gaan verdedigen. Maar ja, die kunnen we dus nog niet gebruiken. Uiteindelijk reageren we ook en Taylor met een schot. Maar die bal gaat er niet in. Kunnen we dan Berardi bereiken voor de corner? Ja, nee, toch niet. Tigo Lans neemt de bal voor de rest over. En geeft de bal aan Mason Greenwood. En daar is Poku. En daar is het 1-1. Ernest Poku. Transfervrij overgekomen naar Wrexham. Er was weinig geld om nog een buitenspeler te halen. Maar ik moest een buitenspeler hebben. Aangezien ik niet weer het probleem wil van vorig jaar. Dat er één geblesseerd raakte. En dat we dan geen buitenspelers meer hebben. Maar Poku is gewoon nu een basisklant. Heeft Garnacho uit de basis gespeeld. En laat maar even zien waarom hij het vertrouwen van Pochettino verdient. Poku zorgt voor de 1-1. En daar is Wrexham weer in de aanval. En daar is de 1-2. De 1-2 door Kenneth Taylor. De man die we eigenlijk niet willen verkopen. Maar ik denk dat we er na dit seizoen gewoon niet meer omheen kunnen. En dat zeg ik al een tijdje. Maar er gaat uiteindelijk zoveel geld geboden worden dat we geen nee kunnen zeggen. Want we hebben nog een linksback die bijvoorbeeld vervangen moet worden. Want Acosta is gewoon nog te licht voor dit niveau. Ja, Tigo Lans ben ik eigenlijk best wel tevreden over. Ik vind het knap hoe de jeugdspeler het zo goed oppakt in de Premier League. Natuurlijk heeft hij natuurlijk al wat ervaring bij Manchester United. Maar toch, hij staat er toch goed bij. Is direct basisspeler geworden. Maar goed, Arsenal wil zich terugvechten in de wedstrijd. En dat lukte bijna. Grote kans voor deze man. Ook een speler die ik niet zo goed ken. Smith Rowe met de corner. Geeft de bal aan Saka. Saka is er heel makkelijk langs hoor. Bij Knezevic. Ødegaard. En daar was de kans, dacht ik. En daar komt Ødegaard in de bal. Ødegaard, het is 2-2. Ja, Ødegaard moet je natuurlijk ook niet laten schieten. Want Ødegaard heeft zoveel kwaliteit. Voetbal natuurlijk niet voor niets bij een topteam als Arsenal. Maar Ødegaard is zo'n goede voetballer. Dat is niet normaal. Ook goed. Nou ja, 2-2. Dus weer een klap. Weer een klap die te boven moet gaan komen. En dat lukt ons niet. Want daar is ook direct de 3-2 voor Arsenal. Het is in dit geval ook weer een speler die ik niet ken. Maar Arsenal doet gewoon dus goede scoutingszaken. Wij ook. Alleen ja, de spelers die we gescout hebben, die komen er nog wel aan. Alleen die zijn natuurlijk nu nog op verhuurperiode. Trouwens, in de volgende periode gaan we even kijken hoe het bij de verhuurspelers gaat.
Hoe is het afgaan? Gaan zijn ratings omhoog? In de tijd is het de grote Poku Show. Poku maakt er 3-3 van. En zo kan denkt AZ van waarom de fuck hebben we hem weggedaan, joh. Poku, echt een groot talent bij AZ Alkmaar. En ik verbaasde me echt dat hij transfervrij was. Ik keek aan zijn leeftijd en dacht van, Poku is gewoon nog zo jong. Hoezo is hij transfervrij? Maar goed, ik denk dat Poku echt blij is met zijn keuze om te wachten voor clubs. Want Wrexham kwam op zijn pad. En dat is gewoon natuurlijk een Premier League club wat hele hoge ambities heeft. En zo naderen we de rust hier in het Emirates Stadium in Londen. En denk ik dat we redelijk tevreden kunnen zijn over het scoreverloop. Het is 3-3. De doelstelling is dan gewoon een gelijkspel. Maar daar komt Arsenal nog een keer vlak voor rust. En daar pakt Areola de bal. En zo gaan we rusten en ga ik ook niet wisselen. Ik vind dat dit team het prima doet. Verdedigend is er natuurlijk wel hier en daar wat op aan te merken. Maar dat is bij Arsenal ook. Ik denk dat beide ploegen gewoon best wel verdedigende problemen hebben. En dat laten ze beide best wel erg zien. Ødegaard neemt de bal over. Geeft de bal aan Smith-Rowe. Alleen die kan er niks mee. Uiteindelijk veroveren Knezevic de bal van Saka. Alleen komt daar weer de bal voor Arsenal. En krijgen wij de bal niet weg. Maar is daar onze keeper Areola waar de bal rechtop afgeschoten wordt. 72e minuut van de wedstrijd. Het is een beetje een saaie tweede helft. Weinig doelpunten, weinig kansen. Eigenlijk geen doelpunten en bijna ook geen kansen. Maar daar over geen doelpunten komt Washington wel even te spreken. Want daar is de 3-4 voor Wrexham. En deze zag ik eigenlijk totaal niet meer aankomen. Arsenal dicteerde het spel. Nam het balbezit verder en verder over. Maar uiteindelijk komt Wrexham ook steeds meer in het spel. Begint het gevaarlijke aanvallen te creëren. En uiteindelijk resulteert het zelfs tot een doelpunt. En natuurlijk is het weer Washington. Die momenteel nog elk Premier League duel gescoord heeft. Maar Poku hem nu al nadert met meer dan 2 doelpunten. Maar Arsenal geeft zich zeker nog niet gewonnen in deze wedstrijd. We zagen natuurlijk net al een grote kans. Wij wisselen direct ook 4 spelers. We maken direct gebruik van al onze wissels om nog dat kleine beetje energie in de selectie proberen terug te krijgen. Maar desvergeefs, de selectie kan het niet meer opbrengen om überhaupt nog een aanval te gaan doen. Het is gewoon volledig aan Arsenal. En dus weer een corner voor de Londenaren. Nou, uiteindelijk krijgen wij de bal. Kunnen we dan toch nog een beetje energie leveren? Nee, de bal is direct weer ingeleverd. Oké, 88e minuut. Een overwinning komt steeds dichterbij. Maar daar is Arsenal met Barco. Barco gaat hij hem afgeven. Ja, vindt Havertz en die vindt het net. Het is 4-4. Wat een wedstrijd hier in het Emirates Stadium. Gewoon opnieuw een doelpunt. Het is werkelijk wel ongelooflijk wat we hier te zien krijgen. Kan Wrexham dan nog iets creëren? Kan Wrexham nog een doelpunt maken misschien? Het antwoord is... Nou, hij heeft de bal nog. Nee, dit wordt niks meer. En zo is de eindstand geworden. 4-4. Arsenal verliest hele dure punten om aansluiting te vinden bij de top. Want ja, hè, daar hebben ze extreem veel moeite mee. Arsenal kent een hele slechte seizoenstart. En laat dat hier ook maar weer eens zien. En het publiek wordt fluiten Arsenal spelers ook uit. Ik bedoel van, dat kan het Wrexham publiek iets zijn. Want wat worden hun verwend met deze Ernest Poku? Daar gaan we nog veel van verwachten. Misschien zien we wel meer van hem in deze video. We gaan het zien. Maar 4-4 kan ik in ieder geval tevreden mee zijn. Heb ik de doelstelling voor mezelf gehaald. Levert uiteindelijk wel deze stand op. We zijn wat gekelderd uiteindelijk naar plek 7. Maar zoals ik al zei, nou, dat heb ik nog helemaal niet gezegd. Maar de competitie is dan maar net begonnen. Het zit nog allemaal dicht bij elkaar. Dus misschien kan deze over, als we winnen van Sheffield, kunnen we misschien wel weer derde staan of zo. Ja, het kan allemaal zo snel lopen. We gaan het in ieder geval zien. Sheffield heeft in ieder geval een hele slechte seizoenstart. Staat op de degradatieplekken op de 18e positie met maar liefst 3 punten. Eigenlijk heeft geen enkel team al meer 0 punten. Everton staat laatste met 1 punt.
Oké, nou, we gaan zien of we deze wedstrijd kunnen gaan winnen. Als we deze wedstrijd winnen, hebben we al bijna een gat van 10 punten op de degradatiestreep. En ja, hoe gek het ook klinkt met deze selectie, kijk altijd wel even van wanneer ben je veilig. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Niet dat je je gaat verslikken in degradatie. Wat eigenlijk gewoon niet mag met deze ploeg. Maar goed, het kan altijd. En daar was ook direct de grote kans voor Tigo Land. Ja, Pochettino is boos. Want dit soort kansen wil je er toch wel eigenlijk in hebben. Maar goed, Wrexham moet druk blijven zetten op Sheffield. Want daar houdt Sheffield duidelijk niet van. De keeper wordt aangespeeld en dat gaat ook allemaal maar weer net goed voor de keeper van Sheffield United. Die wil opbouwen, ja, en wacht dan veel te lang. En dan kwam daar opeens een speler van Wrexham aangezet. Maar dan opeens, hij was een duveltje uit een doosje, komt daar Sheffield United met ook een grote kans. Uiteindelijk vliegt die bal er niet in, want Areola keert dat schot. Maar daardoor kreeg Sheffield meer energie. Probeerde het meer de aanval op te zoeken. Maar daardoor komen er ook ruimtes. En deze Ernest Pocu is in vorm. Krijgt hij deze bal er ook in? Jawel. Ernest Pocu schiet Wrexham op een 1-0 voorsprong. Tegen Sheffield United. En dit is zeker niet onverdiend. Wrexham is beter in balbezit. Beter in het creëren van de kansen. Althans, die zijn er niet heel veel. Maar goed, Wrexham speelt leuk voetbal. En uiteindelijk komt er dan een countergoaltje uit door Pocu. En het is voor Garnacho natuurlijk wel een enorme klap in zijn gezicht. Ook dat zo'n Pocu het nu fantastisch doet bij de eerste selectie. Ja, ik denk dat Garnacho juist had gehoopt dat Pocu tegen zou vallen. Want dat betekent dat hij misschien zijn basisplek nog terug kon krijgen. Maar het lijkt er enorm op dat Garnacho naar de uitgang wordt geduwd bij Wrexham. De speler is niet tevreden. Maar krijgt waarschijnlijk nog wel speeltijd in deze video. Want in deze video zit ook nog de Carabao Cup. En ja, daar moeten we gewoon met de reserves gaan spelen. Maar goed, we gaan rusten met een stand van 1-0. Door natuurlijk de goal van Pocu. Ik hoop eigenlijk dat we deze wedstrijd kunnen winnen. Dat is gewoon best wel belangrijk om die aansluiting met de top te houden. Vind ik altijd wel leuk. Want hoe langer je meedoet, hoe meer... ja, vertrouwen je krijgt dat het ook gaat lukken, zeg maar. Maar goed, een gele kaart voor ons. We waren wat te laat met Acosta. Daardoor kan Sheffield oplopen. En kijk eens, daar is Boggle. En hij schiet de 1-1 binnen. Zo heeft Wrexham opeens geen resultaat meer tegen Sheffield. En wil het thuispubliek duidelijk meer zien van Wrexham. En kijk, dan leveren ze alweer zo slordig de bal in. Dat moet je gewoon niet doen. Je hebt het thuispubliek achter je. Je moet gewoon niet zulke domme fouten maken. Hier ook weer een domme overtreding. Wat je uiteindelijk gewoon een geen rode kaart oplevert zelfs. Een rode kaart voor Lubeka. Onze nieuwe centrale verdediger die er gewoon met rood vanaf moet. En wij proberen nog eventjes met Pocu te gaan scoren. Gaat dat weer lukken? Nee, Pocu mist dit keer. Corner dan. Kunnen wij daarin Berardi vinden? Berardi, ja hoor. Het is 2-1. Deze kopspecialist hebben we ook binnengehaald. Berardi maakt al zijn tweede of derde doelpunt met het hoofd. Volgens mij eentje in de Carabao Cup. En twee in de competitie. Maar dat weet ik niet 100% zeker. In ieder geval goed binnengekopt en slecht gedekt door Sheffield United. En zo moet Sheffield dus weer helemaal opnieuw gaan beginnen. Maar dat doet ze ook, want ze proberen weer kansen te creëren. Wrexham wordt onder druk gezet en daar houden ze niet zo heel erg van. Brewster geeft de bal af op Traoré. En Traoré schiet die bal niet binnen. Maar krijgen uiteindelijk wel een corner, omdat natuurlijk de keeper van Wrexham het schot keerde. En ja, Sheffield krijgt de bal voor en die bal wordt uiteindelijk overgekopt. Zo zitten we in de 80ste minuut. Is Wrexham goed aan het verdedigen? Geeft het niet heel veel kansen weg met 10 man. Maar geeft het niet veel kansen weg. Maar kijk even naar deze blunder van Berardi. Wil gaan opbouwen. Ja, dat is goed. Maar niet als daar Traoré staat. En zo staat het 2-2. En we naderen het einde van deze voetbalwedstrijd. Dit kan nog wel eens een heel pijnlijk resultaat gaan worden. Of gaat deze bal er misschien nog in? Greenwood probeert een aanval op te zetten. Greenwood krijgt de bal nog mee. Greenwood krijgt de bal alleen nu niet meer mee. Dus dat is wel weer even jammer. Maar kunnen we de bal nog veroveren? Ja, Greenwood krijgt de bal bij Washington. Washington geeft al voor Pocu. 3-2 voor Wrexham in de absolute dying seconds.
schiet en een spookkoel. Wrexham op hele belangrijke 3 punten. En kijk eens hoe ze dat vieren. Pochettino had het denk ik al niet meer verwacht. Dat zie je gewoon aan zijn reactie. Dit kan een fantastisch resultaat worden voor dat kleine ploegje uit Wales. Wat 2 seizoenen nu Premier League speelt. En het erop lijkt dat Europees voetbal steeds reëler wordt. Want Wrexham doet bovenin de competitie mee. En dat had denk ik niemand kunnen verwachten. Ondanks dat we nog maar net bezig zijn, heb ik het vertrouwen dat Wrexham dit heel lang kan gaan volhouden. Maar we zijn er nog niet. Daar is Sheffield United. Nog een keer. Sheffield United. Dit is buitenspel. Ja, buitenspel. En dan fluit de scheidsrechter ook direct af. Wrexham wint deze wedstrijd met 3-2 van Sheffield United. En dat zijn hele belangrijke 3 punten, zoals ik al zei. Nou, dan gaan we kijken wie we in de volgende wedstrijd gaan treffen. Ik hoop eigenlijk een tegenstander waar we ook weer 3 punten kunnen gaan pakken. Want ja, we hebben dat nu zo, dat vertrouwen. Dat moeten we ook gewoon zo lekker houden, vind ik. En een spookkoe, natuurlijk al meer dan 3 doelpunten gemaakt. Heeft er zelfs al 4 in liggen. Ja, dus Washington staat nu gelijk met Washington in de topscorerslijst. En we spelen in Selhurst Park tegen Crystal Palace. Nou, eens kijken of we een resultaat kunnen halen tegen Crystal Palace. We beginnen de wedstrijd in ieder geval best wel goed. En spookkoe draait de verdediging van Crystal Palace een beetje gek. We zijn een beetje aan het draaien, kijken naar ruimtes. Nou, krijgen we de bal bij Taylor. Taylor krijgt de bal bij Poku. Nou, Poku wou schieten, maar dat ging uiteindelijk schot geblokt. En dan proberen we weer Berardi te vinden. En die vinden we ook. Alleen, hij kopt de bal net tegen de keeper aan. Maar we hebben nog steeds balbezit met Tigo Land. Tigo Land, ja, die krijgt de bal uiteindelijk niet bij een medespeler. Crystal Palace dan, ja, die krijgen nog een vrije trap op een best wel gevaarlijke plek. We maken daar een best domme overtreding, om heel eerlijk te zijn. Daar is dan ook die vrije trap. Maar die gaat toch even een partijtje hard over. Lijkt er wel op dat Crystal Palace hier vandaag niet echt is gekomen om te voetballen. Ondanks dat ze natuurlijk gewoon thuis spelen voor het thuispubliek, hebben ze nog niet echt de energie gevonden. Mason Greenwood dan. Die krijgt de bal bij Divide Washington. En Washington gaat uithalen. En zo staat het 1-0 voor Wrexham. En dat na 19 minuten voetballen. Ja, Crystal Palace is heel erg mat begonnen aan de wedstrijd. En dan straft Wrexham dan ook maar direct af. Washington schiet de bal binnen. Was ook wel echt een goede paas van Greenwood, moet ik eerlijk zeggen hoor. Hij speelt Washington enorm goed vrij. Waardoor Washington een binnen kan schieten. Zo heeft Washington volgens mij nog steeds elk Premier League duel gescoord. Volgens mij namelijk ook de vorige, voor zover ik weet. Maar Crystal Palace begint een beetje wakker te worden in deze wedstrijd. Krijgt de bal bij Abdar Monala. Lookman voor het schot. En daar is dan ook echt de eerste serieuze redding van Areola in deze wedstrijd. Uiteindelijk krijgen we weer de bal bij Tigoland. Nou, Tigoland verspeelt de bal, maar uiteindelijk weet Washington de bal terug te veroveren. Is het geen overtreding. Wij krijgen zelfs voordeel. Greenwood naar land. En daar komt Kenneth Taylor vrij. En hij schiet Wrexham op een verdiende 2-0 voorsprong. Zoals ik al zei, Crystal Palace speelt heel erg arrogant, wil ik niet zeggen. Maar het speelt heel erg van, nou, wij gaan deze wedstrijd wel eens even winnen. En dan komen ze van een koude kermis thuis. Crystal Palace is ook helemaal niet in de positie om dat te denken. Want Crystal Palace heeft een best wel slechte seizoenstart achter de rug. En zo zet het die slechte seizoenstart alleen maar verder en verder voort. Iets wat lijkt me niet de doelstelling is van de club. Om mee te strijden om degradatie. Crystal Palace is vaak wel een middenmotor in de Premier League. Maar goed, een middenmotor die dus veel fouten maakt, ook in deze wedstrijd. We naderen de rust. Voor de rest is het wel een redelijk saaie eerste helft op onze 2 doelpunten na natuurlijk. Maar goed, Crystal Palace is op een 0-2 achterstand. En die moeten dus wat gaan verzinnen. Want ze hebben natuurlijk ook het thuispubliek mee. Het thuispubliek verwacht wat tegen Wrexham. En ja, dat krijgen ze dan gewoon niet. Nou, Crystal Palace begint een beetje wakker te worden. Hebben balbezit met Lookman. Lookman, vind ik een leuk voetballetje. Maar Buchanan ook, want die komt over van Club Brugge. Ik had toen ooit een keer een special card van hem op Ultimate Team vorig jaar.
Newcastle is op achterstand gekomen tegen Wolverhampton. Ja, Newcastle heeft ook een dramatische seizoenstart. Staan helemaal onderin in de competitie. Intussen wordt Areola een klein beetje getest. Dit kan je niet als serieuze kans bestempelen. Jullie zien hem, Wrexham Brentford. Dat is onze laatste wedstrijd van de video. Dat is een Carabao Cup wedstrijd. Maar wij zijn er dus weer aan het aanvallen. Divide Washington, die komt er uiteindelijk niet doorheen. Uiteindelijk zet Taylor goed druk. En de keeper speelt een dramatisch zijn centrale verdediger aan. Want daar zette toevallig Kenneth Taylor druk op. En dan vliegt de bal erin. En zo schiet Taylor Wrexham op een comfortabele 3-0 voorsprong. En lijkt de overwinning al binnen voor de ploeg uit Wales. Een fantastische prestatie als we hier dan ook de 0 kunnen houden. Want dat is nog niet zo heel vaak gebeurd sinds we in de Premier League spelen. Dat is dus nu net 2 seizoenen. Dit is het 2e seizoen Premier League. En we hebben nog niet zo vaak de 0 gehouden überhaupt in de career mode. Ja, het zijn altijd wel redelijk doelpuntrijke wedstrijden. Maar ik moet ook wel eerlijk zeggen dat ik wel het gevoel dat het in deze wedstrijd kon. Crystal Palace komt er niet veel doorheen. Nou, toevallig nu dan. Dit is dan wel weer een grote kans. Areola met een serieuze redding. Maar meer dan dit soort kansjes komen er ook niet echt voor Crystal Palace. Crystal Palace speelt gewoon slecht voetbal. En dat kan een keer gebeuren. Maar ja, het liefst natuurlijk niet tegen dit soort tegenstanders waar je op papier van gewoon van kan winnen. Zo heeft Tigoland de bal. Die krijgt hem bij Greenwood. Greenwood krijgt de bal bij Washington. Washington speelt hem direct door naar Kenneth Taylor. En dan kan Taylor de 4-0 nog eventjes binnen schieten. En dat doet hij dan ook. En zo staan we in de 81ste minuut op een comfortabele 4-0 voorsprong. En weet je zeker dat dit een hele grote uitslag is geworden in het nadeel van Crystal Palace. En natuurlijk in het voordeel van de ploeg van Pochettino. En dan ben ik hier best wel tevreden over hoor. We hebben gewoon zakelijk goed gevoetbald. Het was niet de sterren van de hemel. Maar dat hoeft ook blijkbaar niet tegen een zwak Crystal Palace. Want dan maak je ze alsnog wel af. En dus naderen we de 90ste minuut. Wil Crystal Palace dan nog een beetje wat van deze wedstrijd gaan maken? Of gaat deze wedstrijd als een nachtkaars voor hun uit en komt het tot 0 doelpunten? Maar we pakken nog wel even een domme overtreding mee. Dat is een gele kaart voor Mason Greenwood. Maar uiteindelijk wordt de bal weggekopt en is het einde van de extra tijd ook een feit. Kan Tigoland er nog misschien een keertje door? Nee, Tigoland zit er helemaal doorheen. Bij hem wordt dan ook de bal ontfrutseld. En zo gaan we de eindstand meemaken, dames en heren. Met een 3-0-4 overwinning van de ploeg uit Wales. Uit het kleine landje Wales. En ja, deze man is natuurlijk man of the match met zijn hat-trick Kenneth Taylor. Hij mag de bal mee naar huis nemen en hij heeft er al zoveel. Hè. Ik bedoel, van vorig jaar was hij ook on fire en maakte hij ook hat-trick na hat-trick. Nou, nu was het seizoen voor Taylor nog best wel lastig begonnen. Maar het lijkt erop dat Taylor nu ook weer helemaal los is. Dus een mooie overwinning hier op Selhurst Park. Wat uiteindelijk deze stand oplevert. Want we gaan natuurlijk geen Premier League wedstrijd meer spelen in deze video. We staan dus nu op de derde positie met 2 punten achterstand op nummer 1 Manchester City. En 1 punt achter op nummer 2 Manchester United. Maar daarentegen staan we ook maar 3 punten voor op nummer 8 Liverpool. Gaan we mooi over naar de Carabao Cup. Dit is natuurlijk ook gewoon de kortste weg naar Europa. Mocht de competitie dan toch nog tegen gaan vallen, moeten we ons gaan focussen op de beker. Maar dat is lastig, want we hebben niet zo'n hele brede selectie. Dus moeten we deze bekerwedstrijd met de reserves gaan spelen. Anders kunnen we de competitie niet starten met het A-team. Naast ik de competitie belangrijker vind, want daar strijden we natuurlijk om Champions League tickets. Nou, Champions League wil je maar al te graag halen. En ik ben van mening dat dit de A-selectie dat ook zeker kan. Daar hebben we de kwaliteiten voor, vind ik. We hoeven niet te winnen van de Big Six clubs, als je maar wint van de clubs onder je. Want daar gaan de Big Six clubs sowieso een paar keer van verliezen. En dan weet je dat je bovenin mee gaat doen. Oké, de wedstrijd tegen Brentford dan. 9e minuut van de wedstrijd. Komt Brentford er langs met Castellanos. Castellanos schiet op, Areola af. En er spelen wel een paar A-spelers. Denk aan Boey, Berardi, Lubeka. En dat was het wel een beetje. Want Garnacho behoort tegenwoordig tot de reservespelers. En dat is voor hem natuurlijk redelijk pijnlijk. Maar Garnacho wil zich wel direct laten zien. En dat doet hij heel goed.
Want Garnacho geeft direct een goede paas. Wat uiteindelijk leidt tot de 1-0. Het is niet per se een assist. Maar wel gewoon een paas wat uiteindelijk resulteert in een assist. Voor de andere speler dan, hè. Ahmed maakt hem af. Ja, het was wel een beetje een gelukkige loop van omstandigheden. Maar goed, geluk heb je ook nodig in het voetbal, zeg ik altijd. En uiteindelijk komt Garnacho er langs. Garnacho met een actie. En die krijgt de bal uiteindelijk bij Jedinson, die ook een actie maakt. En zo schiet hij Wrexham op een 2-0 voorsprong. En lijkt het erop dat zelfs de reserves zich kunnen laten gelden tegen een Premier League ploeg als Brentford. Wat natuurlijk meestrijdt om degradatie daar. Garnacho, goede paas, goed overzicht. En Jedinson met een goede kapactie, waardoor het 0-2 is. Ja, dit lijkt mij toch wel een klap voor Brentford. Want die hebben de spelers ook op papier gezien. En die denken van, ja, die spelen in de Premier League nooit. En nee, dat klopt ook zeker. Maar goed, dan is er blijkbaar ook nog iets wat onderschatting heet. En hier ook, Brentford levert de bal zomaar weer in bij Silva. Maar uiteindelijk blijkt er een overtreding te zijn gemaakt. Dus kan Brentford weer omschakelen. Met daar Castellanos. Castellanos met een heel gevaarlijk schot. Daar, die verwerkt Areola uiteindelijk naar een corner. 31ste minuut van deze laatste wedstrijd. En dit is een keeperbal, wil ik zeggen. Maar nee, dat schot wordt blijkbaar nog geblokt. Maar uiteindelijk komt het niet meer tot een schot. Sterker nog, kan Wrexham er dan misschien uit met Garnacho. Garnacho heeft natuurlijk wel de snelheid om hiervan te kunnen profiteren. En dat gaat Garnacho ook zeker doen. Kijk even naar zijn springsnelheid. En kijk dan ook even naar zijn afmaken, want dat is hij zeker nog niet verleerd na zijn hevige blessure. En zo staat het 3-0. En kijk, de spelers van Wrexham er is blij mee zijn. Ze weten hoe belangrijk de beker is voor de club. Je wil zo graag een keer prijzen winnen, ook omdat je gewoon in een zware competitie speelt. Weet je dat je daar misschien niets gaat meestrijden op het kampioenschap. Maar bekers winnen is altijd wel fijn. Dan heb je Europees voetbal in ieder geval ook veilig gesteld. Maar goed, we zijn er nog lang niet. Want het is pas de tweede ronde van de Carabao Cup. En Brentford zit ook nog zeker in de wedstrijd. Maar ja, zo natuurlijk niet. We worden een beetje opgevangen hier. 43e minuut van de wedstrijd. We hebben dus bijna de rust bereikt. Ja, en deze bal is gewoon weer voor Areola. Brentford gaat enorm slecht met hun eigen kansen om. En ja, ze hebben ook nog momenteel weinig vat op Garnacho. In dit geval weten ze hem dan op te vangen. Maar ja, wist dat ook maar bij de andere twee goals. Want dan had je nog maar 1-0 achter gestaan. Jensen dan voor Brentford. Kan Brentford misschien nog een doelpuntje maken vlak voor rust? Zou voor hun zelfvertrouwen toch wel lekker zijn. Maar ook dat lukt niet. De scheidsrechter fluit zelfs af. Is die bal dan misschien uit geweest, vraag ik me af. Anders fluit zo'n scheidsrechter toch niet zomaar af, zou je denken. Maar goed, hij doet het wel. En zo staan we 3-0 met de rust. Kunnen we daar na een goede... Ben ik wel tevreden over de eerste helft. Ga ik ook niet wisselen. Ook omdat ik dat eigenlijk niet kan. Want er zijn alleen maar slechtere spelers die we erin kunnen wisselen. En dat is voor zo'n ploeg gewoon niet goed genoeg. Dan heb je kans dat het allemaal ineens stort. En dat het ineens stort, dat wil ik niet zeggen dat het in de tweede helft gebeurt. Maar toch begint Brentford beter aan de tweede helft. Is het weer Areola die getest wordt door de spelers van Brentford. En Brentford begint steeds meer te geloven in dat er in ieder geval iets gehaald kan worden. Hier is Mbueno en die schiet Brentford op een 3-1 achterstand. Zo hebben ze nog maar 2 doelpunten nodig om in ieder geval weer een remontada te realiseren. Maar goed, kan Wrexham hierop reageren of is dit weer zo'n klap waarna 3-2 wordt en 3-3? Dat hebben we natuurlijk ook wel vaker meegemaakt in deze career mode. Lodi probeert een loopactie te maken. Dat lukt Castellanos. Maar Lodi nog steeds. En die verliest uiteindelijk de bal. Waardoor Jedinson de bal heeft. En kijk eens, die is los. Jedinson is los. En Jedinson kan de 4-1 gaan maken. En die doet dat zeker niet zelfs. Tot ongenoegen van Pochettino. Maar dan is daar bijna alsnog de 4-1. Isak krijgt hem bij Garnacho en hij maakt er 4-1 van. 1 assist, 2 doelpunten, geweldige statistieken van de vleugelspeler van Manchester United overgekomen natuurlijk.
Vorig jaar natuurlijk even geblesseerd geraakt. In de Premier League dit jaar nog niet zo goed. Waardoor Poku zijn plekje innam en Poku daar aardig gebruik van maakt. En Garnacho moet erop antwoorden in deze bekerwedstrijd en doet dat fantastisch. Hij neemt Wrexham op sleeptouw en zorgt dus voor de 4-1. Brentford, ja, dit was gewoon de genadeklap. Ik denk dat de 3-1 al te veel was, maar 4-1 is natuurlijk helemaal onoverbrugbaar geworden voor zo'n ploeg als Brentford. Wat al genoeg heeft, genoeg moeite heeft met de competitie om zich daar veilig te spelen. De Vries kon het nog erger maken, maar hij kan er geen 5-1 van maken. Waardoor de scheidsrechter gaat affluiten. Wrexham bekert een ronde verder hier in de Carabao Cup ten opzichte van Brentford. En toen ik deze 11 op papier zette, had ik er eigenlijk weinig vertrouwen in. Maar toch hebben ze het vertrouwen van Pochettino bewezen dat ze dat verdienen in bekerwedstrijden. En deze Garnacho sowieso. Oké, dan gaan we de video alweer bijna afsluiten, dames en heren. We gaan zo nog even de topscorers erbij pakken. Dit is de topscorerslijst en we zien daar 4 Wrexham-spelers zoals we staan. In ieder geval 3, Poku, Washington en Taylor. Dames en heren, ik wil jullie graag bedanken voor het kijken naar deze video. Abonneer, like, toedeledokie.